Gelukkig heb ik een bedrijf gevonden dat me kan helpen. En van hun moest ik deze rechte schoen passen. Maar waarom? Hoi. Hoi. Jij bent Paul, of niet? Ik ben Paul. Klaas, aangenaam. Nou, ik heb je schoen gepast. Ja? Dat ging goed, maar waar dit dan voor is, daar ben ik er wel nieuwsgierig naar. Ja, we zijn een auto-aanpasbedrijf. Wij maken aanpassingen aan auto's voor mensen met een beperking, zodat die weer deel kunnen nemen aan het verkeer. Ja. En ja, we hebben een auto staan van een klant van ons. En daar past deze schoen in. De auto is van Yvonne. Ze rijdt al 20 jaar in een aangepaste auto. Door een handicap kan ze haar armen niet goed optillen. Gewoon sturen is niet mogelijk en daar hebben ze wat slims op bedacht. Je kan wel auto rijden? Ja, met mijn voeten. Ik rij met voetstuur. Alleen met je voeten? Alleen met mijn voeten. En hoe doe je dat dan? Nou, dan ga ik de auto in. Ja? En dan doe ik mijn eigen schoenen uit. Oh. En dan ga ik in de schoen die op het stuur zit. Oh, en die schoen die zit op een soort schijf en die schijf die zit aan het stuur vast? Ja, klopt. En dan geef ik zo gas en dan rem ik. Tijd om eens wat te oefenen. Omdat mijn voet niet in de schoen van Yvonne past, wordt mijn eigen schoen op de stuurschijf gemonteerd. En dan ben ik klaar om het zelf te proberen. Nou Klaas, de sleutel. Dan gaan we het maar proberen. Weet je het zeker? Ja. Oké. Okay. Ik durf wel. Okay, de schoen uit, hè? Ja. Oké. Okay. Oh, zweetvoeten. Sorry. Nou, snel die schoen aan. Oh, is wel een hip model, hè? Oh, dit is heel raar. Ja. En dan moet je uitkijken natuurlijk met je linkervoet, hè? Dat je niet twee pedalen tegelijk aanraakt. Ja, ja, helder. Dat is de rem. Ja. Gordel. Oké, let's go. En als je nu heel voorzichtig het gas loslaat, dan gaan we een stukje vooruit. Maar hoe maak je nou een bocht dan? Nou, dan trek je hem om. Ik geef even geen gas nog. Nee. Kijk, oh, dat is best ingewikkeld. Ja. Wat doe? Doe eens remmen. Ja. Je moet die hiel optillen. Ja. En dan. Oh, wacht eens. Juist. Oké, wacht. Nou, kom op, hè. Even naar rechts kijken of er niks aankomt. Ja, voorzichtig. Ja. Iets verder door. Ja. Kijk, dat draaien, dat heb je redelijk. Ja, en nou ga je gewoon. En dan draai je hem ook weer terug, hè? Je moet hem ook weer terugdraaien. Ja, 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 ja. Dat je weer recht komt. Ja. Recht komt. Ja. Ja, je moet niet naar je stuur kijken, hè? Je moet naar de weg kijken. Ja, exact. Ja. Ja, dat is ook nog een dingetje. Ja, dat is ook nog een dingetje. Nou, dan gaan we hier de bocht om. Je kan altijd bijremmen, hè? Als je denkt van. Oh, je moet best wel wat kracht hebben ook. Ja, je hebt hier de eerste. Na de eerste les had ik echt geen been meer. Dat wil je echt niet mee. Oh, ja. Terug. En dan, je moet ook weer terugdraaien, hè? Want dan moet je een beetje sneller doen. Ja, dat is wel een dingetje. Die is ingewikkeld. Je hebt nu je gaspedaal, hè? Dus kijk uit. Ja, ja, ja. Oh! Oké, dit was een paniekmomentje. Dat kwam door jou! Oh. Nee, maar ik zag ineens jouw voet boven de gaspedaal. Ja. Oh, oké, zo snel gaat het dan, dat je dan al denkt van, oh jee, dit, oké. Ja, en als je hem nu gewoon weer oplaadt. Daar gaan we weer. Zo. Dat jij hiernaast durft te zitten, man. Als ik jou was, zou ik echt... Ik heb ook wel klotsende oksels. Oké, nu even serieus, want ik moet en zal dit onder de knie krijgen. Ah, na wat rondjes gaat het steeds beter. Hey, kijk nou eens. Aldoende leert men. En wat vindt u ervan, instructeur? Ja, het gaat hartstikke goed. Ja, toch? En na flink wat meters maken heb ik de smaak te pakken. Een beetje slalommen. Ja. Oké, dan nam ik iets te veel risico. Het voordeel van rijden zonder handen is dat je je handen vrij hebt voor iets anders. Ik sla je zo maar rijden. Oh ja. Ja, dat kan natuurlijk. Hier. Ja, dank je. Alsjeblieft. Zo, nou. Ja, dankjewel. Ik hou je drink wel even van. Ja, dat is goed. Ik houd een beetje voet boven de. Wauw. Je moet wel aan heel veel dingen tegelijk denken. Ja, op zo'n parkeerplaats kan ik inmiddels prima uit de voeten. Maar om nou zonder handen op de weg te gaan rijden, dat lijkt me niet zo verstandig. Met andere woorden, als ik dit zeg maar op de openbare weg zou moeten doen, dan moet ik er echt nog wel drie tandjes bij doen. Ja, dan heb je wel een paar lesjes nodig, denk ik. Ja.